Dat is hier gewoon KV Kortrijk. Die gaan een nummer zingen, jullie wel bekend. Give it up, Kortrijk! All the people on stage that you will see are very famous people in Belgium. Not for you, I can imagine, but they're famous in Belgium. More famous than Christophe Daen? Oh, no, that's not possible. No, no, no. Impossible. Oké, ze komen erbij. Dat is hier gewoon KV Kortrijk. Die gaan een nummer zingen, jullie wel bekend. Give it up, Kortrijk! Bis in de leien, u gebracht door KV Kortrijk! Alles samen heeft dat 5000 euro opgebracht van KV Kortrijk. En ieder goed doel krijgt daar een heel mooi bedrag van. Maar dat is ongelofelijk. Applaus voor KV Kortrijk! We go again, the box. Have you seen it again, but the box is closed. Het was een keer tof om mee te maken. Ja, het is uiteindelijk... Ja, mensen in de voetbalstadion zitten verspreid. Hier zit alles heel kort op elkaar. De supportersactie, waarbij dat we met de supportersfederatie acties gedaan hebben, heeft een kleine 2000 euro opgeleverd. De veiling met de spelers heeft ook een kleine 2000 euro opgebracht. En dan heeft de A-kern eigenlijk nog 1000 euro toegegeven. Kom aan Kortrijk, handjes in de lucht! Laat u gaan, want this is your song! Het was dus leuk om voor zo'n groot publiek te mogen zingen eigenlijk. Ja, ik was heel blij van te zien dat er ook zoveel mensen het liedje kenden in het publiek. Dus eigenlijk was het een aangename ervaring. Ja. Wij spelen donderdag onze laatste competitiematch van 2019. Hier thuis tegen Cercle Brugge. Dus als er nog plaats is, zou ik zeggen, kom supporteren, kom in rood-wit kijken naar de wedstrijd. En wij gaan ons best doen om die winnend af te sluiten. Yes! Kom, 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 kom.